Kees de Kort. Dan naar Kees de Kort, voor altijd macro-econoom en nog voor één keer BNR-economiecommentator. Kees, goeiemiddag. Dag Thomas. Laten we beginnen over de Franse inflatie. Of toch niet? Nou Thomas, dat moeten andere mensen maar gaan doen. Hè? Want ik geloof dat ondertussen wel bekend is dat ik ermee ga stoppen. Ja, dan vraag jij natuurlijk af waarom. Nou, voor het eerst begrijpen we elkaar. Nee. Nou Thomas, ik heb het al heel lang gedaan natuurlijk, een jaartje of 20. En ik word volgende week 66. En ik heb op een gegeven moment, ik begin langzaam zeker toch iets meer moeite te krijgen met het iedere dag, 5 dagen in de week, met een column komen en een deadline. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste reden. En daar komt natuurlijk bij, de afgelopen jaren heb ik natuurlijk heel veel gewaarschuwd voor van alles en nog wat. Dan was ik een beetje een doemdenker, een azijnpisser, een zwartkijker. Helaas komen nu allerlei dingen uit. Dus ik kan nou ook met een gerust hart vertrekken. Want ik ben, denk ik, vanaf nu niet meer de enige die op een gegeven moment denkt, gaat hardop gaat roepen van jongens, opletten, want we moeten opletten, ander beleid gaan voeren, want het gaat de verkeerde kant op. Maar Kees, het is niet zo dat er vanaf maandag geen brillenmannetjes meer zijn, geen beroepsoptimisten meer zijn. Powell is, of de duivel ermee speelt, maar zojuist benoemd voor een tweede termijn. Een minuutje genoeg. Ja, dat zeg ik net. Maar dat wil zeggen, als je gewoon kijkt met die inflatie en de groei en het financieel zelfs al, dan is toch, de afgelopen jaren was het, kon het met een beetje fantasie en een beroepsoptimist ontkend worden dat er wat aan de hand zou zijn. Dat wordt toch steeds moeilijker. Dus ik mag hopen dat jullie toch mensen weten te vinden die op deze tijd daar iets over kunnen zeggen en ook durven zeggen. Want dat is natuurlijk vaak het hele verhaal. Hè. Maar er zullen ook mensen zijn die jouw quote herinneren. Hope springs eternal. En laten we een paar van jouw vaste waarden, jouw jargon erbij pakken. Hope springs eternal. Nou, dat is denk ik ook wel een belangrijk uitgangspunt voor heel veel mensen. Misschien niet voor jou, maar nou ja, dat helpt altijd wel. Maar in beleidsland, Thomas, moet je daar mee opletten. Kijk, ik heb altijd lopen zeiken, klagen en kreunen over beleidsmakers. Niet over Thomas van Zijl of over zijn collega's. Nou, niet als de microfoon aan stond. Inderdaad. Ja. Maar beleidsmakers, die moeten uitgaan van de realiteit en kijken wat er kan gebeuren. Of het nou leuk is of niet. En dat was altijd mijn verhaal met de dingen waar ik op klaagde. Was dat we kwetsbaar waren. En steeds kwetsbaarder zouden worden. En dan weet je natuurlijk nooit wanneer het misgaat. Je weet nooit hoe het misgaat. Maar als je kwetsbaar bent, ja, dan kunnen er gewoon, als er schok in het systeem komen, kunnen de consequenties groot zijn. Als je dan rijk bent, dan kun je een heleboel dingen afkopen. Maar als je arm bent, wordt dat ook een probleem. En we zijn de afgelopen jaren, en macro-economisch gezien in de wereld, steeds kwetsbaarder geworden. En dat is heel lang goed gegaan. Ja, laten we zeggen, maar met dat corona-verhaal en de lockdowns, dat heeft er vrij hard ingegrepen in als schok in de economie, in een kwetsbare economie. En dan hebben we nu dat Oekraïne-verhaal met het opvoeren van de druk en de spanning en de sancties. Dat gooit nog eens extra schep bovenop. In een kwetsbaar stelsel. En niet alleen kwetsbaarheid, maar ook welke keuzes maak je. In corona, in energieland kun je andere keuzes maken. Word je minder kwetsbaar. In coronaland kun je andere keuzes maken. Dus een beleidsmaker moet niet kijken naar hope springs eternal. Dat is iets voor jou en mij. Maar die moet gaan kijken, hoe houden wij het schip zo goed mogelijk drijvend en komen we vooruit? Nou, ik heb voor die beleidsmakers nog een quote paraat. Want jij verwacht dan blijkbaar echt een omslag in het beleid. Maar heel lang is natuurlijk ook het motto geweest, delay and pray, extend and pretend. Nou ja, dat is een beetje mijn punt. Ik ben natuurlijk al heel erg lang op deze plaats, geef ik commentaar. En in eerste instantie gaf ik eigenlijk alleen maar commentaar op de financiële markten. Het ergste wat daar kan gebeuren is in eerste instantie dat je wat geld verliest. Ja, dat is natuurlijk vervelend, maar daar blijft het bij. Maar toen in 2008, met de grote financiële crisis, die veroorzaakt werd door de centrale bankiers, Thomas, er kan alleen maar een crisis ontstaan als jij als toezichthouder faalt, die ging het daarna oplossen. Nou, dat is allemaal nog tot daar naartoe. En toen kwam ik in 2009, mind you, een quote tegen in de VS. Want ze gingen een oplossing zoeken voor de financiële problemen. Delay and pray and extend and pretend. Dus niet oplossen, maar tijd winnen. Nou, we zijn nu in 2022 en here we are. Maar heb je het idee dat de mensen die het nu voor het zeggen het toch echt anders zullen gaan aanpakken? Want we worden geregeerd, dit zijn allemaal jouw woorden, hè? Dat mag dan vandaag, door mensen met een negatief IQ. Ja, goed, hè? Nou, rampzalig. En dan stop jij er ook nog eens mee. Daar was ik ook wel trots op die quote, trouwens. Maar ja, kijk, Thomas, dat is al. Kijk, het probleem is, daarom begin ik zo vaak over centrale bankiers, die hebben allemaal contracten van 8 jaar.
om ze te beschermen tegen allerlei politieke invloed. Die moeten dus doen wat zij denken dat goed voor de economie is, zonder dat ze nou echt last krijgen van het publiek en de politiek die vragen om andere maatregelen. Ja, en dat hebben ze gewoon niet gedaan. Het probleem is, we zitten eigenlijk niet eens in een economische crisis, we zitten in een leiderschapscrisis. Als jij leider bent, als je toezichthouder bent, dan moet je bereid zijn dingen te doen die onprettig zijn. En onprettig kunnen worden. En als je dat niet wil, dan ben je een heel aardige man. Ja, leuk voor de kat, leuk voor je vrouw, maar je bent geen toezichthouder. Want dan moet je bereid zijn de beuker in te gooien. Dat is niet leuk. Maar het stelsel is gebaseerd op van tijd tot tijd de pijn nemen, verlies nemen en opnieuw beginnen. En dat is delay and pray. Nou, dat is het tegenstelde van delay and pray. Want dan hoop je gewoon dat als je niks doet, dat het vanzelf goed komt. En dat is net als bij Thomas Verzeil thuis. Als hij ruzie heeft met zijn Nelleke. Daar gaan we het niet over hebben. Nou, daar gaan we het wel over hebben, want dat is een illustratie. Als jij een keer oneenigheid hebt met je vrouw en je doet er niks aan, het kan overgaan. En dan ben je de volgende dag vergeten of zij is vergeten. Maar als dat niet zo is, dan is het groter geworden. Dus we zijn al 13 jaar vooruit aan het schuiven. En daarmee en geen maatregel nemen, geen pijn nemen, vooruit schuiven. Gekke dingen doen. En daarmee is de kwetsbaarheid van het hele financiële stelsel steeds groter geworden. Toen kwam corona en toen kwam de Oekraïne. Nou, het ligt allemaal op straat. Volgende week, ik weet niet hoe prettig dat is, maar dan zijn er op jouw plek andere macro-economen te horen. Heb je tot slot... Ik hoop dat je scherp houdt, Thomas. Wat is jouw advies? Je hebt mij nu een advies gegeven. Ik moet het scherp houden. Wat zou jij hen aanraden? Nou, accepteer de consequenties van wat je ziet. Kijk, want dat punt is, Thomas, we hebben het vaker over gesproken. Ik heb het vaak over getallen. Ik heb het alleen maar over officiële gepubliceerde cijfers. Ik heb geen geheime bronnen, geen geheime cijfers. Gewoon de harde data. En als je daarnaar kijkt, dan kun je zeggen, nou, het komt allemaal wel goed. Hope springs eternal. Je kunt zeggen, dit kan ook betekenen dat er wat anders gaat gebeuren. Loop niet weg voor de realiteit die onprettig is. Hope springs eternal is voor particulieren. De realiteit accepteren is voor beleidsmakers en economen die hier op deze tijd staan maandag. Ik weet dat je er niet van houdt, maar jij moet ook het een en ander accepteren. Namelijk dat ik mijn dank uitspreek voor de afgelopen jaren. En dat de redactie, hoofdredactie, alle presentatoren die jou de afgelopen 20 jaar hebben gesproken, langer dan dat, nog één keer hard voor je knappen. Ja, dank je. Bedankt, tot snel. Oké, succes ermee. Hoi.